Welkom iedereen. We gaan vandaag kijken naar een vriendschappelijke wedstrijd. Naast me zit Jurie Mulder. Ik ben even te Napel. En dit is de formatie waarin de thuisploeg van start gaat. Ze verschijnen vandaag in een klassieke 4-4-2 opstelling aan de start, waarbij de twee spitsen voor de doelpunten zullen moeten zorgen. Met deze formatie stapt de uitploeg het veld op. Ze gaan van start in een aanvallende 4-5-1 formatie. Zo de wedstrijd kan beginnen, laten we hopen op veel spektakel. Gaat op het doel af. Stopt de eerste. Aanval afgeslagen en misschien een kans om zelf iets te doen. En dat is natuurlijk Hens, daar valt niet over te twisten. Kazaniklić. Een schot. Ja, hij zit er goed bij en heeft de bal te pakken. Prima redding. Diaz. Kazaniklić. Komt er met de bal uit. Goed gezien door de scheidsrechter, dat was een hensbal. Dat was het einde van het balbezit. Komt er een counter? Rosales. Bal kwijt, tegenpartij is nu aan zet. Figueroa. Die bal geven ze toch wel heel makkelijk weg, zeg. Gaat hij het nu doen?
Goed gedaan. Mooi schot. De scheidsrechter geeft een hoekschop aan. Slaat hem weg. Dit wordt spannend. Scheelt niets. Nou, het is van belang dat de omschakeling goed is. Er moet toch iemand zijn die een goede tackle kan inzetten. En hij krijgt hem in het strafschopgebied. Nee, die voorzet is niet goed. Wordt weggewerkt door de tegenstander. Kazaniklic. En nu doorgaan. Bal op de lat. Acosta. Die aanval komt niet verder dan het middenveld. Kazaniklic. Goed werk. Oh, knalhard schot. Allemachtig doelpunt. Gezien het spelbeeld komt deze treffer niet als een verrassing. Maar toch verloopt de wedstrijd anders dan ik had verwacht. Ja, op papier ontlopen deze ploegen elkaar niet veel. Dus je zou niet zo'n eenrichtingsverkeer verwachten. Toch is er maar één ploeg die aanspraak maakt op een zege. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. Diaz. Nou, dat loopt lekker vandaag. Het tempo is goed en de bal gaat. Er is gefloten voor buitenspel. Zo zag het er niet uit hier vandaan. Maar de grensrechter vlacht. Garbutt. Ze krijgen een ingooi. Dan schiet hij. Bal gestopt, maar komt terug. Diaz. Hij weet overeind te blijven en gaat door. Acosta. Ze hebben de bal veroverd. Kijken wat ze ermee kunnen. Diaz. Zonde van die voorzet. De doelman mag de bal weer in het spel brengen. Ze kwamen op voorsprong door deze goal. Recht voor de goal, maar net buiten het strafschopgebied neemt hij de bal op zijn slot en plaatst hem beheerst rechts onder in doel.
Bal retour afzender. Het publiek fluit is niet blij met die terugspeelbal. Dekt hij hem naar de verkeerde kant. Probeert het. Oh ja! De goal vanuit een andere hoek. Diaz. Kan hij een medespeler bereiken? Kazaniklić. Parker. Figueroa. Wat doet de scheidsrechter? Acosta. Goeie tackle. Die bal zweeft prachtig richting de voorhoede. Kazaniklić. Hij is er bijna. De bal wordt tegengehouden voor het doel. Diaz. Rosales. Acosta. De stand is 2-0. De eerste helft zit erop. Van hem hebben we genoeg goede acties gezien in de eerste helft, Jury. Ja, hij speelt zeker niet slecht en zijn inspanningen werden beloond met een treffer en een verdiende voorsprong dus. In deze tweede helft gaat de coach de zaak nieuw leven inblazen. Want er moest echt iets veranderen. Er is afgetrapt voor de tweede helft. En hij wordt nu aangevallen. Figueroa.
Hij kan de bal voor het doel gooien en dat doet hij ook. Parker. Hier heb je hem weer. Slimme ingreep op het middenveld en wisseling van balbezit. Weggewerkt door de verdediger. Rosales. Met die tackle herovert hij de bal. Hij heeft een sterk schot in de benen. Een enorme afzwaaier. Wegkans. Bal is over de lijn ingooi. Kazaniklic. Over de achterlijn, hoekschop. Ik denk dat de trainer er een nieuwe speler in gaat brengen. Hij wil waarschijnlijk iets anders gaan spelen. En dat gaat niet met de oorspronkelijke elf. Hij zoekt naar ondersteuning. Doelpoging. Die gaat er niet in, maar het is mooi dat ze blijven aandringen. En hij heeft de bal terug. Prima actie. Garbutt. Bal is uit. Ze mogen ingooien. Komt de voorzet. Hij heeft zich goed vrijgespeeld en kan de voorzet geven. Kiest hij voor de voorzet? Hij heeft er in elk geval genoeg tijd voor. Het zag er goed uit, maar nu loopt de aanval toch stuk. Kazaniklic. Hij schiet. Ja!
Het eerste doelpunt heeft hem blijkbaar genoeg zelfvertrouwen gegeven om er nog één te maken. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. Ze zijn zelfverzekerd op voorsprong gekomen. Volgens mij heeft de doelman ambities als veldspeler. Hij is letterlijk en figuurlijk de weg kwijt. Die bal gaat achter. Doeltrap. En hier zien we die goal van daarnet nog een keertje. Hij schiet hem van grote afstand met een geplaatste bal in de rechterhoek. Garbutt wordt flink aangevallen, maar houdt de bal. Een schot. Hij gaat zo laten zien wat hij met een corner kan. Kaza Niklic. Strakke voorzet. De doelman heeft vandaag. Hij neemt hem. De verdediger blokkeert dat schot. Doelpunt. Altijd leuk om als verdediger een doelpuntje mee te pikken. Ja, dat is hartstikke leuk, hè? Dat je naast je gewone werk ook nog iets extra's kan doen voor je ploeg. Laten we die goal nog maar eens bekijken. De coach gaat wisselen. Wie gaat erin komen? We kunnen de winnaar van deze wedstrijd nu al aanwijzen, uiteraard. De achterhoede staat gewoon machteloos. Ja, en nu? Gered, maar het blijft gevaarlijk. De bal is voor de keeper. Te snel vertrokken en dus afgefloten voor buitenspel. En er is gefloten voor Hens. Ik denk dat de scheidsrechter daar gelijk in heeft. De supporters zijn in hun nopjes met de prestaties van hun team vandaag. Ze zingen de longen uit hun lijf. Ja, de winst kan ze bijna niet meer ontglippen. En hun team heeft een prima wedstrijd gespeeld. Geen wonder dat ze zo uitzinnig zijn.
Ortiz. Rosales. Hij knikt de bal. Dat is een eitje voor de doelman. Einde balbezit. Ze zijn de bal kwijt aan de tegenstander. Ze krijgen een ingooi. Ortiz. Heeft de voorzet. Oei, dat afstandsschot loopt op niks uit. Ja, toch goed dat je het probeert hoor, van afstand schieten. Weet je, voor hetzelfde geld gaat hij erin. Zijn goal nog even mooi in beeld gebracht hoor. Hij schiet hem vanuit de 16 met zijn wrevende linkerhoek. De trainer vindt het blijkbaar goed zo. Hij brengt een extra verdediger in het veld om de voorsprong vast te houden. En hoopt misschien nog op een countertje. Ja, klassieke tactische wissel hè. En behoorlijk laf, dat wel. De tijd dringt. Nog maar 4 minuten. Hele slechte paas. Bal is uit nu. Labiat. Pakt hem met een sliding. Rosales. Dat is een kansrijke paas. Ortiz. Daar had hij echt een open kans. Alleen de keeper nog voor zich. Dat is een vrije trap. En van deze afstand zullen ze denk ik wel op doel gaan schieten. De scheidsrechter trekt een gele kaart. Hij gleed naar de bal, maar raakte de speler. Een overtreding dus. Hij probeert de tegenstander van de bal te glijden met een sliding, maar hij maakt daar wel een overtreding bij. De keeper had weinig kans. Misschien zag hij de bal ook pas later aankomen. In ieder geval, hij zit. We gaan nog een keer naar dat doelpunt kijken. Wat een geweldig doelpunt. Rechtstreeks uit de vrije trap gescoord. De keeper was totaal kansloos. Die vrije trap wordt feilloos ingeschoten. We gaan nog eens kijken naar dat doelpunt. Smith.
gaat op het doel af. Wat een doelpunt. Weer een doelpunt, de overwinning is binnen. Ja, maar ze waren ook stukken sterker dan de tegenstander even. Ja, met dit doelpunt nu in blessuretijd laten ze toch maar zien dat ze echt veel beter zijn dan de tegenstander. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. We kunnen de winnaar van deze wedstrijd nu al aanwijzen, uiteraard. Einde van de wedstrijd bij een stand 5-1. Nou, echt spannend kon je deze wedstrijd ook niet noemen. Ze zijn geen moment in gevaar geweest. Nee, het leek allemaal wel vanzelf te gaan vandaag. Nou, wat een geweldige wedstrijd van hem. Wat ging hem dat makkelijk af, zeg. Ja, geweldig. Hij heeft er gewoon twee gemaakt, hè. Dus dat is toch knap. En hij barst van het zelfvertrouwen, dat zie je. Je ziet zijn medespelers ook opleven als ze met hem kunnen samenspelen. En ja, ik denk dat dat vandaag ze de zege heeft opgeleverd.